Fijn om op deze manier toch dichtbij te zijn. Hou vast. Wie wil geen houvast? En nu wil ik het hebben over troost als houvast. En dan denk ik eigenlijk alweer aan dat bekende antwoord van de catechismus op die vraag: wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Dat ik van Jezus ben, het eigendom van Jezus. Dat je levensschip voor anker gaat in de Heer Jezus. Ik wil graag enkele versen lezen uit de Bijbel, uit Hebreeën 6, vers 11, 18 tot en met 20. Hebreeën 6, vers 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. En dan wil ik vooral dat 19e vers, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Hoop als anker. Hou vast vinden in God. En dan krijgen we in dit verband het voorbeeld van Abraham. Ja, nou ja, dan moet je wel geduld hebben hoor en wachten. Abraham, hou vast in de belofte van God en in de eed van God, want God heeft het gezworen. Want we lezen in Hebreeën 6, vers 18, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, de belofte en de eed, het zweren, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Ach mensen, wat een moeilijke tijden beleven we. Maar wat wordt je geduld ook op de proef gesteld? En wachten is moeilijk. Je ziet die mensen wel eens, dan mogen er nog een paar de winkel in en een paar moeten weer wachten. Wachten. Ja, Abraham heeft gewacht. Misschien moeten wij denken, Abraham, wij hebben ook die belofte. Ik ben gedoopt, u en jij ook, in de naam van de Vader en de Zoon en de Geest. We hebben de belofte van God dat hij ons niet wil loslaten. Ja, wij zijn er wel goed in om hem los te laten. Maar God zegt, let nou eens op Abraham. Moet je zien hoe hij zijn zoon gaat offeren. Daar begrijp je toch helemaal niks van. Maar hij heeft hem al eens uit de dood teruggekregen. Let eens op Jezus. Het offer heeft hij gebracht. De gekruisigde, de opgestaan Heer. En nu is die hemel hoog bij de Vader. Hij is bij de troon. En wij, we mogen vandaag ervaren dat er houvast is. Ja, een schip gaat voor anker in de diepte. Dan moet je heel diep onder water. Maar hier zegt Abraham en zegt de Bijbel, het anker is bij God. Zelfs achter het voorhangsel. Nou, dat voorhangsel, dat was dat gordijn. En het scheurde toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. En daarom is de weg naar de Vader open. Zullen we samen danken en bidden om die God te volgen en getroost te worden in leven en in sterven. Trouwe Heere, wij danken u dat wij mogen weten dat u, Heere Jezus, bent voorgegaan in het heiligdom boven en dat het voorhangsel gescheurd is en dat we heel dicht bij u de Vader mogen schuilen door het bloed van het lam. En dat we mogen weten van verzoening en vergeving en vernieuwing van ons leven. Trouwe Heere, maar het is zo moeilijk.
We hebben ook onze zondige hartstochten. We hebben ook onze ikgerichtheid. We zijn ook vanuit onszelf zo vaak de weg kwijt. De weg naar u toe en naar elkaar toe. Wat kunnen we elkaar bezeren? Soms door die onzorgvuldige woorden van ons. Maar wilt u ons helpen? Dat wij geleid door uw Heilige Geest leren leven heel dicht bij uw woord. Als een lamp voor onze voet. Als een licht op ons levenspad. Trouwe Heere, gaat u zo met ons mee. En wilt u, kon het zijn, maatregelen geven ter verlichting. Maar ook dat we toch blijven ontdekken hoe belangrijk het is. Afhankelijkheid van u en verantwoordelijkheid. Opdat wij daarin u de eer geven. Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik wens u nog een hele goede dag en inspiratie om dingen te ontdekken. Om toch eens eventjes een rondje te doen als dat kan. En anders ja, via de social media, via een telefoon, even elkaar bemoedigen of een kaartje schrijven. Nou, we worden heel creatief met z'n allen. Het gaat u en jou heel goed. Tot ziens.